Ik zei nog dat het is, ik niet. Hi guys! Wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer met mijn zus Ruby. En vandaag gaan wij iets heel erg leuks doen. Ja, ja. Wij gaan namelijk opdrachten uitvoeren. Thuis, hier. Die jullie hebben ingestuurd. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal moeten doen. Ik wil even kijken. Nee, we gaan het gewoon kijken. Moeten we het gelijk uitvoeren? Ja, we moeten het gelijk uitvoeren. Dus ik zeg, laten we maar gewoon heel snel gaan beginnen. Ja? Oh, kunnen jullie het ook? U kan het niet met de andere kant. Nee, dat niet. Oh, zo. Oh, nee, ja. Oké, we gaan beginnen met de eerste opdracht. Ja. De eerste opdracht is Chibi Bunny Challenge. Oh, is dat met die spekjes? Ja. Dan moet je toch al die spekjes zo in je mond zo douwen? Oh, dan moeten we wel even een prullenbak hier neerzetten. Ja, ik ga die prullenbak even pakken en ik ga marshmallows halen. Oké, ik heb hier een zak vol met marshmallows. Is dat nou wel goed? Ja. Oké, en we moeten weer zoveel mogelijk in onze mond doen. En wie de meeste in de mond heeft gepropt en die nog Chibi Bunny kan zeggen. Chibi Bunny. Okay. Chibi Bunny. Chibi Bunny. En die heeft dan gewonnen, dus Waarom trek je het zo open? Ja, dat weet ik niet. We gaan beginnen, ja? Moet het tegelijkertijd? Ja. Oké. 3, 2, 1. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Oh. Jezus. Chibi Bunny. Aha. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Ah. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Chibi Bunny. Oh, dat ging echt te ver. Eeuw. Hoe waar laat jij dat? Ik, in mijn mond. Jij hebt echt grote bek dan hoor. Eeuw. Oh, dit deed echt pijn man. Ja, mijn wangen. Ik heb eigenlijk niet eens geteld. Ik ook niet, maar dat zie je vast wel terug, toch? Ja. Oké, leg dit maar gewoon weg. Oh, gatver. De volgende opdracht is: doe een zakje met water in de koelkast en doe hem in je mond en bijt hem kapot. Moeten we dat beneden doen eigenlijk? Ja, dus dan gaan we naar beneden. Let's go. Let's go. Let's stop. Loop. Loop. Nou, we hebben hier, ik weet niet wat het is gewoon een beetje plastic. En dan ga ik gewoon, ik weet niet wat het is. Ja, dit is een stuk. Ja, dit is toch gewoon plastic? Oké, nou. Kun je dat er zo van aftrekken? Oh ja. Nooit geweten, joh. Ben ik nou dom? Ja. Oké, we hebben nu een zakje. En daarbij hebben we zo'n bekertje. En dan doe ik hier een beetje een kuiltje maken in het bekertje, zodat we daar dan water in kunnen doen. Dan heb ik hier de kraan. Zo. En dan moet ik dat ook doen. Ja. Kan het uit, want je bent Oké, hou jij het water vast. Oké. Dan doe je hem helemaal zo dicht maken. Zo, en dan ga je hem draaien. Geloof ik. Stop. Oké. Ja. Helemaal sluiten. En dan moet je hem draaien. Waar zit de gat in? Oké, moet ik even een andere? Ja. Oké. Is die gedraaid? Ik denk het. Dan moet je hem nu in ons mond doen. In je mond? Ja, en dan moet je hem knappen in je mond. Oké. Hij moet wel strak staan, hè? Zeg. Zo? Ja, oké. Oh, dat is echt een heel raar gevoel.
Dat was ook een horloge. Dit is toch niet goed? Hier stik je toch van? Oké, ik vond dit een hele aparte challenge. Ik ook. Opdracht. Ik stikte gewoon in het water. Maar ik stikte ook. Het is wel een grappig idee. En ik heb geen idee wie hierop is gekomen. Maar super grappig. Maar wij gaan door naar de volgende opdracht. Dus we gaan weer naar boven. Zo, we zitten ineens hier in mijn kamer. Oeh, boem, boem. Paar plekken. Oké, de volgende opdracht. Doe een handstand tegen de muur en kijk wie wint. Dus wie er het langst tegen de muur blijft staan. Oké, maar krijg ik een heel rood hoofd. Ja. Ik ook. Ik hou zo van mensen slaan. Jongens, mijn wimper zit van... Auw! Oh, dat was echt hard tegen mijn hoofd. Dat is echt karma gewoon. Mijn wimpers zitten vandaag echt niet. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Waarom stoor je mij elke keer? Dit boeit de kijkers niet. We gaan een handstandje doen. Kom. Oké, wij gaan nu de handstand doen. Je moet wel uitkijken voor het tafeltje. Ja. Ja, dat dacht ik ook. Allemaal. Zullen we nog een keer? Nee, mijn hoofd. Ja, kom. Dit gaat ons lukken. Oh, mijn god. 3, 2, 1. Au, wacht, opnieuw. Fucking zwaar, het is mijn horloge. Fucking snijden. Jongens, is het wel goed als je hele bloed naar je hoofd stroomt? Nee. Oh. Dat is echt niet oké voor je hoofd. Dan kan je dood aan gaan, hè? Echt. Kop hangt. Ja, dan stroomt al je bloed naar je hoofd. En dan krijg je je hersenen te veel bloed. En dan, poef, ben je dood. Nou jongens, niet doen dus. Oh, dit is echt... Oh. Niet mensen die hier naar deze video kijken, Ruby. Die hoeven niet al jouw poriën te zien. Oké? Okay? Oké. Okay. Door naar de volgende opdracht. Zo, dat was me nog een opdracht. Ik heb hier echt heel warm van gekregen. Ik ook. Zo, nee. Oké. Okay. Klaar voor de volgende? Wel. De volgende. Probeer in 1 minuut de ander aan het lachen te maken. 1 minuut gaat nu in. Niet lachen. Niet lachen! Weet je nog die ene keer dat we op bed lagen, dat je heel boos was, nadat ik toen iets zei van, komt wel goed hè? Wat zei ik toen ook weer? Komt wel goed hè? Ja, ik weet het niet meer. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ik jou aan het lachen moet krijgen. Wat was dat nou? Ik ga stuk! Ja. Je hebt nog 30 seconden over. Ja, maar ik heb je toch gewoon aan het lachen gekregen? Ja. Ja. Nou. Oké, nu ik jou. Mag ik hem opnieuw doen? Oké, okay, nou, doe maar. Oké, okay, nog een keer. Oké, wacht even. Oké, nog een keer.
Same. Nou, het is ons niet gelukt, deze opdracht. Helaas. Helaas, pindakaas. Helaas. Oké, door naar de volgende. Ben je klaar voor de volgende opdracht? Nee. Iets eten en raden wat het is. Ik ga voor jou 3 eten uit van beneden halen. En jij ook 3 eetsoorten van voor mij. Oké, ga maar doen. En dan moeten we allebei raden wat we dan in onze mond hebben. Dus de what's in my mouth. Oké, ga maar doen. Ik wacht hier. Oké. Oké, ik ben hier beneden. En ik ga 3 eetzwaren voor Ruby halen. En dan mag zij raden wat het is. Als je Kia op Snapchat hebt, krijg je nu deze foto. Ik weet echt niet wie dat allemaal zijn, maar ik stuur ze maar gewoon. Ben je min? Dit is een keer open. Oeh, ik heb hem open. Oh, dit is satisfying. Oeh. Oké, ik heb alfava. Hoe heet dit? Leuke feestelijke dingen op cake, voor op cake. En appelkersstroop. Kia! Ja! Kom! Ik kom! Nu! Ja! Oké. Jullie weten al wat het is. Echt niet kijken. Nee, kijk niet. Anders is het niet meer leuk. Niet ruiken ook. Ik heb hier mijn marshmallows. Oké, we gaan eerst... Is het vies dit eten? Ja, ik wil geen vieze shit hoor. Oké, mondje open. Wel een beetje omhoog, want ik moet het erin doen. Oké. Kip. Is het gras? Oh nee, alfa. Ja, oké. Lekker hè? Nou ja, ik vind alfa best lekker, maar ergens op niet zo los. Oké. Er ligt wat op het bord en dat moet je dan even aflikken. Oké. Ja. Even een goede dippie. Oh, het zijn van die dingetjes op cake. Toch? Ja. Oké. Goed zo. Is niet zo lekker, hè? Nee. Oké, nu het laatste. Echt niet kijken. Het is echt vies of niet? Nee, ik wil echt niet vies. Oké. Wacht, mag ik eerst likken? Nee. Jawel, ik wil eerst likken. Nee. Jawel, ik wil eerst likken. Ik wil niet meteen... Is het pittig? Nee, het is niet pittig. Het is gewoon normaal voedsel. Appelstroop. Ja, het is wel goed. Het is een appelkerststroop. Maar ja, appelstroop keurt goed. Dat is heel vies. Ja, ik zie het aan je gezicht. Nu mag jij 3 dingen voor mij uitkiezen. Als je niet weet wat je eet, is dat echt smeren. Ja, snap ik. Wat ze echt niet aan mij moet geven, is boter, pindakaas. Dat sowieso echt niet. Dat vind ik echt goor gewoon. Oh, joh, dat is heel smerig. Dat vindt ze zo vies. Niet kijk, echt open. Ik kijk niet. Oké, ook je neus dicht. Oké, dit vind ik echt heel erg. Oké. Dat is een lepeltje. Oké, neus dicht. Als het geen boter. Nee, het is geen boter. Oh. Nee, kouwe! Pindakaas. Ik zei nog, dat wil ik niet. Ik zei nog, als we maar gaan lopen en pindakaas doen. Het vind ik zo vies. Water. Nee, je slikt het maar even door. Nee. Oké, ik spuug het uit. Maar het plak. Ja, spuug het uit. Nee, ik...
Je hebt ook wel iets lekkers, toch? Ja, ik heb ook wat lekkers. Ik ben er niet klaar voor. Oh, ik zag dit. De A, helemaal A. Aioli. Ja. Oh, dat is heel vies. Oh, dat is heel. Heel zout. Oh nee. Oké, dit is wel lekker. Ik beloof het. Nee. Je wel zweren. Dit is echt. Nee, geloof me, dit is echt lekker. Geloof je niet. Oké, je moet een beetje naar achteren hangen. Ja. Een beetje naar achteren hangen, want het gaat in je mond gieten. Het is lekker. Wat goed. Kauwen. Dat is peuken. Kauwen. Goed buikje. Ja. Lekker. Oké, jongens. Dit is de laatste opdracht. En ik vind het de leukste. Want dit is gewoon grappig, weet je wel. Grappig, niet grappig. Grappig. Oké. We hebben matrassen nodig. Wij gaan matrassen op de trap leggen. En wij gaan op een vuilniszak over ons kont doen. En dan gaan we van die matrassen afglijden op de trap. Oh mijn god. Hoe leuk! Gaan we dat doen? Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Oké. Ja. We gaan het er even om uittrekken. Oh my god. Het lukt niet. Ja, ja. Ik moet nog naar boven komen, Roep. Ja, kom dan. Ja, hoe? Aan de zijkant of zo. Oh, mijn goedjes. Ja, maar het gaat tegen de wand aan. Nee, dat durf ik niet hoor. Zal ik eerst? Nee. Oh mijn god, maar dat is eng. Dat is heel eng. Mijn nagels. Zal ik in mijn kop roepen vanaf nu? Nee! Dat is kapot gevaarlijk. Kun je niet doen alsjeblieft? Nee, niet de koppel. Oké. Okay. Het is echt heel eng. Rustig. Wil jij ook, cameraman? Kom maar. Oh, jij gaat ook. Het is enger dan je denkt, hè? Je denkt dat je tegen die rat aan komt. Ja. Fucking. Ja. Oké, dit gaat leuk. Ik kom niet meer omhoog. Ik kom niet meer. Ja, je gaat op mijn hoofd staan. Ja, oké. Het lukt me niet. Kom. Kom. Hoi. Dit was een intensieve video. Ja. Ik heb het ook helemaal warm. Ik ook. Dit doen we nooit meer, oké? Ach. Maar ik vond het wel heel erg leuk om te doen. Ja, ik ook. Vonden jullie deze video nou leuk om ons te zien lijden? Laat het dan zeker weten met een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Belletje. En ik zie jullie in de volgende video weer. Doei! Doei!